Een hele goede morgen. Jordi heeft vannacht goed geslapen. Hij heeft lekker zijn fruithap net gehad. Ja. En hij is nu eventjes nog aan het uitbuiken. En Pumba op reis aan het kijken. En hij is vandaag ook weer wat vrolijker. Nou die gisteren gespoeld is. Dus dat is alleen maar goed. We hebben er alweer een ochtendje op zitten wat druk was. En met drukke ochtend bedoel ik meestal van spelen, eventjes opruimen, wat dingetjes doen nog. En ja, hij is wel vrolijk. Ik zal even een stukje opnemen wat hij doet als hij Pumba aan het kijken is. Hier ligt er nu eentje lekker te slapen. Hij heeft net zijn flesje gehad. Ik kan hem niet heel goed laten zien. En ik ga hem zo lekker in bedje leggen. Ik kan Jordi ook niet al te lang laten slapen, want om 3 uur moeten we bij de tandarts zijn en om 3:15 moet ik Niels ophalen. En dan moet hij eigenlijk voor die tijd soep hebben gehad. En Jordi wordt ook voor het eerst bij de tandarts op de stoel gelegd. Dus we gaan eens kijken hoe dat werkt. Maar voor nu ga ik hem eerst heel eventjes in bedje leggen. En ga ik heel eventjes hier het een en ander. Ben jij wakker? Hi. Ben jij wakker? Ja. Ja, is hij wakker? Ge? Ja. Ja. Ik ga hem heel eventjes uit bed halen. En soepje geven. Tanden schrobben. En dan gaan we naar tandarts. Of ja, nieuws ophalen. Jeetje, jullie kennen het wel. Wij zijn inmiddels weer thuis van de tandarts. Had je een gaatje? Nee. Had Jordi een gaatje? Nee. Ik had ook geen gaatje. Dus we hebben geluk. Maar ze hebben wel vieze fluoride in mijn mond gedaan. Maar dat zou moeten werken, zegt ze. Dus er komt dadelijk mijn kroegmoederke. Die komt dadelijk de nagels even weer laten bijwerken. Gewoon hobbymatig. En volgens mij ging jij naar Natasja toe. Ja, als het thuis is. Ja, dat wordt ons avondje denk ik een heel eind. Nu ga ik nog heel even chillen. En dan komt zo dadelijk mijn kroegmoederke. Nou, moeders is weer weg. Niels is sporten nu. En Jordi die slaapt nog. Die is lekker aan het slapen. Oh, jo. Mag niet hard roepen, want daar is je wakker. Maar het is 10:00 en hij slaapt gewoon. Hij slaapt gewoon. Nou, dit is al even geleden. Maar goed, toppie. Ik ben blij. Als Niels thuis komt, is het alweer bekend tijd om bedje in te gaan. Want hij zal 3:15 zal hij wel weer thuis zijn. Ik ben terug van sporten. Ik kijk naar voor wat tv. Mandy is al naar bed. En ik denk dat ze vergeten is af te sluiten. Dus dat ga ik nou bij deze even doen. Welterusten. Een hele goede morgen. Wij zijn naar fysio geweest. We zijn op de praktijk geweest om te kijken hoe dat Jordi een keer reageert. In een andere omgeving met oefenen. En we hebben goed geoefend, hè, schat. Ja, we hebben heel goed geoefend, hè? Met Kim.
Ja. En dan gaan we eventjes naar de winkel toe. En dan gaan we naar huis. En dan hoop ik dat hij niet slaapt. En dat hij zijn fruitapje nog kan hebben. Hé jongen? Ja. En hier is Oud. Hij ligt lekker te slapen, heeft zijn flesje gehad. En ik ga hem zo zijn bedje inleggen. Rustig, 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 rustig. Ik ga hem lekker in zijn bedje leggen. Hij is zo schattig als hij slaapt. Kan ik van zijn vader niet zeggen, in ieder geval dat hij schattig is als hij slaapt. Er is hier al iemand wakker. Ja. Maar goeiedag, ik heb lekker geslapen. Zeg maar goeiedag. Heb je de hik? Ben je aan het groeien, jongen? Ben je aan het groeien? Heb je de hik? En heb je een snotneus? Heb je snotjes in je neus? Moet me dat schoonmaken, hè? Ik heb Jordi heel even in zijn grondbox gelegd. Ik ben ondertussen eten aan het koken. Maak ragout voor straks, voor het avondeten. En ik maak courgettesoep voor Jordi. Want ik wil dat Jordi daar courgettesoep eet. Want anders moet ik, moet ik weer soep uit de vriezer halen. En dat hoeft dan nou niet. Dus die is bijna klaar overigens. Dat is wat ik een beetje heb gedaan. Spulletjes gesneden enzovoort. Courgettesoep heb ik inmiddels af. Ziet er lekker romig uit. Hij smaakt ook weer lekker. En Jordi vindt hem ook weer lekker. Dus wij gaan nu even lekker courgettesoepje eten. Niels is thuis gekomen, we hebben gegeten. Daarna is Jordi weer helemaal over de vlos gegaan, dat hij buikpijn had. Dus we hebben hem gespoeld. Niels is nu naar een vriend van hem. Ik ga dadelijk een keer bij Jordi tanden poetsen. Maar dit bijvoorbeeld, wat hij nu doet, dat spelen, dat komt hij niet meer. Zoveel buikpijn had hij. En dan vragen jullie je eigen natuurlijk af van, Mandy, je zou toch die biopt krijgen? Ja, klopt. Wij zouden dat biopt-uitslag krijgen. Ik heb het biopt-uitslag van de patholoog heb ik gezien. Daar ga ik op dit moment nog even niks over zeggen. Morgen spreek ik namelijk de chirurg. En we willen heel even afwachten wat de chirurg gaat zeggen. Want de chirurg kan ook een indicatie geven wat ze willen doen, want ik ben geen dokter. Ik kan veel ervan maken, maar ik ben geen dokter.
Dus ik wacht het heel even af. Maar we merken nu wel weer, nou die gespoeld is, dat hij alweer een stuk rustiger is. En ja, je moet daar gewoon wel de tijd voor nemen om te spoelen. Want je bent al gauw een half uur, drie kwartier bezig. Want we doen hem daarna ook gelijk douchen. Want ik zou het ook niet prettig vinden als ik stront aan mijn reet zou hebben. En dat dat gewoon met een doek wordt afgeveegd. En ja, ik heb daar een bepaald gevoel bij. Ligt misschien aan mij, maar ik vind dan gewoon dat hij gewoon moet douchen. Dus dat hebben we ook even gedaan. Dus ja. Niels is inmiddels weer terug van zijn vriend. En wij gaan lekker slapen. Ja. We sluiten deze ups en down ook af. Jordi ligt ook lekker te slapen. Ja, Jordi heeft, is wat lastiger in slaap gekomen, maar hij slaapt nog steeds. Dus ik heb het vermoeden dat de afgelopen tijd dat hij zo slecht sliep, dat het toch met zijn buikpijn te maken heeft. Denk jij niet? Nee, want nou slaapt hij als een roosje. Ja, nou hebben we hem iedere keer om gespoeld te hebben. Dus daar ga ik morgen ook zeer zeker even met de chirurg overleggen. En, ja, en benieuwd wat ze gaan zeggen. Wat ze voor gaan stellen om te gaan doen. Ja. Ja, ik had ook al gezegd van dat we het biopt, uitslag van de biop van de patoloog al wel gezien hadden. Maar dat we nog geen, daar niks, geen uitspraak over deden. Uh-huh. Dat we eerst de chirurg af wilden wachten. Ja. Dus nou, bij deze sluiten we deze ups en downs af. Morgen weer een nieuwe ups en downs starten. En dan gaan wij lekker slapen nu. Welterusten. Welterusten.